Mooi. Goedenavond iedereen. Welkom bij deze eerste Amsterdam-lezing in het nieuwe seizoen 2017. En er zullen hierna nog 5 Amsterdam-lezingen volgen. Welkom. Mijn naam is Zef Hemel. Ik bezet de Wibout-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is de leerstoel voor grootstedelijke vraagstukken in het bijzonder van Amsterdam. En aan mijn leerstoel zijn deze 6 Amsterdam-lezingen verbonden, die ik jaarlijks mag organiseren voor de burgers van Amsterdam. Dat is het idee. En de leeropdracht die ik van burgemeester en wethouders heb gekregen van Amsterdam, die heeft betrekking op de toekomst. Waar gaat Amsterdam naartoe? En hoe stappen wij deze toekomst binnen? Tot nu toe, en dit is de 5e serie die ik organiseer, die gaat weer opnieuw over de toekomst. En het is, ik zou zeggen, spannender dan ooit wat er staat te gebeuren. En daar hoeven de kranten niet eens over open te slaan wat er aan de hand is. Dus ook dit jaar gaan ze, maar anders dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we het over de toekomst van Europa. Toen zaten we tussen het Oekraïne-referendum en de Brexit in. En ging het 6 lezingen over Europa en waar het naartoe gaat. Gaat het nu over wat kunnen we als burgers nou in handen krijgen? Wat geeft ons houvast en een zekerheid, zal ik niet zeggen, maar iets waar we de greep op krijgen op die toekomst. Een denkwijze, een benaderingswijze die de universiteit ons aan kan reiken. Dus die wetenschappers ons kunnen aanreiken. Dus dat was het selectiecriterium. Nou, ik vind het reuze leuk dat we vanavond weer terug zijn bij ICREA. Ik zie een paar trouwe Amsterdam-lezingenbezoekers. Vorig jaar waren we voor de gelegenheid in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, in de OBA aan het Oosterdok. Prachtige zaal. Maar dit voelt als thuis. En de campus wordt steeds beter. 2 jaar geleden moest u echt nog de weg zoeken naar ICREA. Het was niet eenvoudig om hier te komen. Het was 1 grote bouwplaats nog. Maar nu kunnen we echt al over de kade van het nieuwe achtergracht kunnen we hier naartoe lopen. En volgend seizoen dan is ook de overkant gereed. En dan is het helemaal perfect. En dan zitten hier, ik geloof, wel iets van 35.000 studenten. Alleen al op deze campus. Het is volgens mij heel veel wat hier zit. Maar je gaat me maar corrigeren, Geert, als ik dat verkeerde schatting maak. De opzet van de Amsterdam lezingen is ongewijzigd. En dat betekent dat de lezing niet langer duurt dan een half uur. Waarin de spreker van de avond van alles zal aanstippen rond zijn of haar onderwerp. En daarna krijgt u ruim een uur de gelegenheid om vragen te stellen. Dus alles wat u interesseert, dat kunt u vragen. U kunt ook opmerkingen maken, maar vragen is leuker. En dan kunnen we in gesprek met de spreker. En vanavond, ik ben bijzonder blij dat ze toezegde om deze reeks te openen. Vanavond hebben we te gast Geert ten Dam. Die kennen we inmiddels als een nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Aard, welkom, ga zitten. Maar wij spreken haar vanavond als hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En misschien ook wel een beetje als oud-voorzitter van de Onderwijsraad in Den Haag. En het onderwerp dat ze aanstipt leek ons buitengewoon relevant. En dat ziet u achter mij. Het gaat over burgerschapsvorming in het onderwijs. Maar dat gaat over ons allemaal. En niet toevallig of toevallig is er morgen een Kamerdebat. Juist over dit dossier. Dus het is ook heel bijzonder dat we er uitgerekend vanavond over hebben. Ik geef Geert ten Dam graag het woord. En we gaan een half uur naar haar luisteren. En denkt u vast na over uw vragen. Geert. Dank Zef voor de introductie. En ik vind het heel erg leuk om
bij de Amsterdamlezing te komen. Wat ik zelf een mooi concept vind, is half uur een aantal dingen zeggen en dan verheug ik me heel erg op het uur daarna. En ik stel me zo voor dat het niet alleen vragen aan mij stellen is, maar dat we ook een poging doen om met elkaar in gesprek te komen. Nou, dat alvast voor straks. Ik wil het graag hebben over, wat weten we nou eigenlijk over burgerschap, burgerschap van jongeren en waarom is het zo belangrijk voor de grote stad? Nou, ik denk dat ik u als Amsterdammers, ga ik maar even vanuit, ik zelf ook al heel lang. Amsterdam, de grote stad, maar het geldt ook voor Den Haag, geldt ook voor Rotterdam, die doen echt een heel stevig appel op onderwijs. En dat komt omdat je, als je naar de stad kijkt, je eigenlijk ziet dat er veel maatschappelijke vraagstukken samenkomen. Kraamkamer voor innovatie, Amsterdam is daar heel sterk in, heeft de Innovation Award pas gewonnen, dus echt helemaal top. Het is ook een bron van welvaart, maar je ziet in de stad ook dat er veel, veel sociale spanningen zijn en dat het ook veel vraagt van het aanpassingsvermogen van mensen. En dat komt mede omdat er in de stad je natuurlijk ook een grote diversiteit aan burgers hebt. Verschillende achtergronden. Dat in de stad ook altijd relatief veel kwetsbare burgers, kwetsbare jongeren leven. Die op een of andere manier samen met anderen, met elkaar de stad vormen. Dus burgers met veel kansen, burgers met relatief weinig kansen, die wonen vaak letterlijk, soms letterlijk naast elkaar. Nou, wie in zo'n dynamische omgeving opgroeit, en dat zijn onze jongeren, die moet dus niet alleen zich voorbereiden op een dynamische arbeidsmarkt voor de tijd die komt, maar ook kunnen omgaan met culturele verschillen en in staat zijn om bruggen naar anderen te bouwen. Nou, waar ik het in deze lezing, Zef zei het al, graag met u over wil hebben, zijn eigenlijk een paar dingen. Het belang natuurlijk van burgerschap, burgerschapsonderwijs voor de grote stad. Ik wil u een schets geven van wat we nou eigenlijk uit onderzoek weten over burgerschap van jongeren. Hoe staat de vlag erbij? En ik zou tot slot wil ik ook nog graag iets zeggen over hoe kan je nou eigenlijk met elkaar werken aan het verstevigen van burgerschap. En dat met name in de Nederlandse context, waarin we de vrijheid van onderwijs heel hoog in het vaandel hebben. Dus dat je niet top-down een nationaal curriculum op scholen, nationaal leerplan op scholen moet neerleggen. Gelukkig niet, denk ik, als onderwijskundige. Maar waarin scholen een zekere vrijheid hebben, waarin ze met anderen mooi onderwijs maken. Nou, hoe kan je dat vormgeven? Ik begin met mijn eerste punt. Ga ik even kijken. Die heb ik gehad. Nee, we gaan nog even hier naartoe. Wat er de afgelopen jaren aan de hand is, en u ziet het ook ongetwijfeld als u de kranten leest, is dat de maatschappelijke discussie over onderwijs weer heel erg gevoerd wordt. En dan gaat het vooral ook over, wat willen we nou inhoudelijk met ons onderwijs? Ik ben daar zelf heel erg blij mee, want dat gesprek hebben we eigenlijk een aantal jaren niet met elkaar gevoerd. En als me iets getroffen heeft in al die gesprekken die ik als voorzitter van de Onderwijsraad met leerlingen, met studenten voerde, dan is me eigenlijk één ding altijd heel erg bij mij binnengekomen. En dat is dat jongeren zeiden, het onderwijs is zo saai. Is zo ontzettend saai. En wat ze dan bedoelen, is dat ze de verbinding van wat er op school gebeurt en wat er om hen heen gebeurt, in de stad, in het land, dat ze die verbinding eigenlijk heel erg missen. En dat betekent dat ze in allerlei verschillende bewoordingen eigenlijk verzucht hebben van mogen alsjeblieft de ramen en de deuren wat meer open, mag het onderwijs wat uitdagender en ook wel wat eigentijdser. Ik denk dat jongeren daar heel erg gelijk in hebben. En ik denk dat dat zeker voor de stad geldt. En als ik dan een uitstapje maak naar twee adviesrapporten die de Sociaal-Economische Raad onlangs gemaakt heeft. Ik zit daar sinds een jaar als kroonlid met buitengewoon veel plezier. Ze hebben agenda voor de stad uitgebracht en daarin heel duidelijk aangegeven dat steden heel erg meer dan het platteland of niet-stedelijke omgeving de potentie hebben
om als motoren van de economie te fungeren. Maar dat ze idealiter ook dan een stevige bijdrage zouden moeten leveren aan een hogere arbeidsparticipatie en ook een hoger opleidingsniveau van met name kwetsbare groepen. Dus wat ze gedaan hebben is dat ze... De SER in die rapporten is heel erg de stad benoemd als een roltrap van, nou, wat je zou kunnen noemen opwaartse sociale mobiliteit. En toen ik 1,5 jaar geleden, en ik heb het voor gelegenheid van vanavond nog eens opgezocht, de lezing van Ahmed Aboutaleb, burgemeester, oud-wethouder van Amsterdam, maar al jaren burgemeester van Rotterdam natuurlijk, hij vertelde in zijn HJ schoollezing een heel mooi verhaal over de stad. En ik ga hem even voor u citeren. Hij zei, ik begin met citaat, zo zie ik mijn stad als een broedplaats van sociale en economische vernieuwing, waar bewoners en bedrijven uit alle windstreken zich thuis voelen en het initiatief nemen, waar niet je afkomst telt, maar je talent, je opleiding en ambitie. Waar kleinkinderen van ongeschoolde, vaak analfabete arbeidsmigranten studeren aan de universiteit. En als ik om mij heen kijk, als ik de universiteit of een hogeschool bezoek in mijn stad, dan ben ik vol vertrouwen in de toekomst, net als die trotse grootouders. Einde citaat. Nou, dat is een heel mooi optimistisch beeld. En ik denk dat Rotterdam, een stad als Rotterdam, daar ook grote stappen in gemaakt heeft en mogelijk werkt de roltrapfunctie van de stad daar beter. Maar in heel veel steden hapert die. Er is eerder sprake van polarisatie op de arbeidsmarkt, waardoor veel laagopgeleide buiten de boot vallen. En dan nog in het bijzonder laagopgeleide met een niet-westerse achtergrond. En het onderwijs, zou je kunnen zeggen, vervult zijn emancipatiemotor. Dat is echt een klassieke functie van het onderwijs. Eigenlijk veel minder en misschien zelfs wel in mindere mate dan zou moeten en zou kunnen. Want ik vind het een uitgangspunt dat het onderwijs eigenlijk alle jongeren zou moeten stimuleren om deel uit te maken van de samenleving, daarin je rol te vervullen. En dat te doen uiteraard met anderen, zowel gelijkgestemde, maar ook andersdenkende. Nou, zo'n uitgangspunt geeft de sociale vorming, burgerschapsvorming van het onderwijs natuurlijk veel gewicht. Burgerschapsonderwijs is juist voor de grote stad van belang, omdat in de stad, en ik zei het u net al, relatief veel kwetsbare jongeren leven. Nou, voor kansen van individuen en voor het sociale cement in een samenleving is het belangrijk allereerst dat jongeren kennis van die samenleving hebben. Nou, dan kunt u denken aan kennis van de democratische rechtsstaat, kennis van hoe democratische besluitvorming plaatsvindt, maar ook van zaken als kennis van religie, de verschillende soorten religie in een samenleving. Nou, zo kan je een aantal kennisdomeinen aangeven. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat jongeren zichzelf gaan zien als iemand die aan die samenleving kan en mag bijdragen en die daar ook verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen. Dat betekent dat ik burgerschap breed opvat. Het is veel breder dan lessen maatschappijleer of lessen staatsinrichting. Het gaat eigenlijk over alle competenties, de kennis, de vaardigheden, de houdingen die jongeren nodig hebben om in deze samenleving deel uit te gaan maken. Variërend van sociaal gedrag, communicatieve vaardigheden, op een beetje prettige manier met elkaar omgaan, het recht van anderen op burgerschap niet te betwisten, heel essentieel element van burgerschap, maar ook om een eigen kritische bijdrage aan die samenleving te leveren. Want eigenlijk moet een veerkrachtige democratie het ook heel erg hebben van eigenzinnige burgers en kunnen bouwen op het democratisch proces zelf. En ook dat valt onder burgerschap. Die burgerschapscompetenties, die zijn met name in de grote stad van belang, omdat, nogmaals, daar de diversiteit groot is. Als je kijkt naar een stad als Amsterdam, is pak en beet 45% van de jongeren in de leeftijd tot 18 jaar is van niet-westerse afkomst, eerste, tweede, derde generatie. Nou, dat gegeven brengt interethnische vriendschappen met zich mee, maar het brengt ook interethnische spanningen, conflicten met zich mee.
radicalisering, dat is eigenlijk precies de andere poot van niet deelnemen aan de samenleving, is, en dat zal u niet ontgaan zijn, de afgelopen jaren echt een hot issue geworden. Ik weet niet wie van u het mooie rapport van Margriet Kleiwegt ooit gelezen heeft, Twee werelden, twee werkelijkheden. Zij schreef dat 2 jaar geleden als een vrije opdracht die ze van minister Bussemaker heeft gekeken, van ga nou eens kijken wat er in het onderwijs aan de hand is en rapporteer dat eens terug in de vorm van een journalistiek rapport. Ze is naar het basisonderwijs gegaan, naar het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hogeschool, universiteiten. En zij concludeert in haar rapport eigenlijk het volgende. Zij zegt, ze zegt heel veel, maar dit is een punt wat ik eruit gehaald heb, is dat van de verschillende schoolsoorten eigenlijk directies en docenten zich zorgen maken over een veel grotere groep dan alleen de radicalen. Ik citeer haar even en zij zegt, die schoolleiders en directies, die zien een groeiende groep jongeren die zich hier niet thuis voelen. Jongeren die bovendien allerlei problemen hebben en zich vaak op sleeptouw laten nemen door sociale media. De invloed daarvan is groot en daar heeft het onderwijs nauwelijks een antwoord op. Daar komt de polarisatie nog eens bovenop. Terwijl allochtone leerlingen en studenten het idee hebben dat ze worden achtergesteld en gediscrimineerd, voelen autochtone studenten zich bedreigd en vragen zich angstig af hoe het straks moet als ze, zoals zij zeggen, in de minderheid zijn. Einde citaat. We hebben een sterk sociaal verband nodig in de samenleving, in de stad, om de vormen, de opdracht waar ze een dringend beroep op doet van het onderwijs gestalte te geven, waar te blijven maken. Minister Bussemaker schreef het voorwoord bij het rapport en zij zei, we moeten niet wegkijken, maar tegenwicht bieden. Nou, als je met die ogen naar het onderwijs kijkt, dan moet er eigenlijk nog wel wat gebeuren, want het vlot niet heel erg met burgerschapsonderwijs. Afgelopen week schreef de staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Kamer en kwam er veel aandacht voor een rapport wat de onderwijsinspectie al overigens in december schreef onder de noemer Burgerschap op school. En waarin geconstateerd werd dat we inmiddels 10 jaar de wettelijke opdracht hebben in het onderwijs in de sectorwetten tot burgerschapsvorming. En dat keer op keer in de onderwijsverslagen, en dat doet de inspectie nu nog een keer in een apart rapport, constateert dat dat onderwijs stagneert. Scholen hebben de wettelijke opdracht, maar 10 jaar tijd heeft eigenlijk nog steeds gemaakt dat scholen en leraren daar maar heel slecht weg mee weten. In de wet staat dat scholen iets aan burgerschap moeten doen, dat dat uiteraard niet tegen de rechtsstaat in mag gaan. Dat ze dat op een planmatige manier moeten doen en dat ze ook zich moeten hebben op wat leerlingen ervan opsteken. Maar verder wordt het helemaal niet ingevuld. Dus dat wil zeggen dat scholen, leraren met een opdracht zitten waar zij geen enkele richting aan wijzen voor hebben en waar ook vrijwel geen enkele ondersteuning is van hoe pak je dat nou aan. Wat ik zelf heel tekenend vind uit onderzoek, en dat is zowel internationaal onderzoek als ook Nederlands onderzoek hier in Nederland, ja uiteraard, is dat jongeren aangeven dat ze burgerschap eigenlijk vooral niet op school leren. Vorig jaar promoveerde Hessel Nieuwelink bij de Universiteit van Amsterdam en hij had een mooi kwalitatief onderzoek gedaan waarin hij groepen jongeren geïnterviewd heeft op verschillende momenten, dus longitudinaal onderzoek in hun loopbaan, schoolloopbaan, toen ze 14 waren en toen ze 16 waren. En hij heeft onder andere gevraagd, wat voor beeld heb je nou van democratie? Nou, dan blijkt dat jongeren daar eigenlijk nauwelijks een beeld van hebben, zeker niet als ze 14 zijn. Ook geen concrete beelden hebben, nou, wat het inhoudt, wat iets van democratische besluitvorming zou behelzen. En dat naarmate ze ouder worden, leeftijd van 16 bereiken, dat ze bekender worden met democratie. Ja, ze lezen natuurlijk meer kranten, ze kijken naar tv. Maar als hij dan met ze doorpraat, eigenlijk constateert dat ze een steeds plattere voorstelling van democratie, democratische besluitvorming krijgen. Want waar ze op 14-jarige leeftijd aan de hand van praktische voorbeelden in
hun eigen leefsituatie. Het nog hebben van belang van met elkaar proberen overeenstemming te krijgen. Belang dat niet alleen de meerderheid beslist, maar dat je juist ook oog moet hebben voor een club die het ergens niet mee eens is. Groeien ze eigenlijk richting 16 jaar naar een voorstelling van democratie. Ja, dat is 50% punt plus 1. En dat alle nuances die ze in hun dagelijks leven eerder hadden, dat die eigenlijk aan het verdwijnen zijn naarmate ze bekender worden met wat democratie in de Tweede Kamer enzovoort is. Nou, ik denk dat dat iets is wat ons zorgen moet baren. Nou, juist omdat burgerschap zo belangrijk is voor kansen van individuen, hoe ga je het later doen, zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt, maar ook dus voor sociale cohesie in de samenleving, is het slecht nieuws dat het niet vlot met burgerschapsonderwijs. Want we weten namelijk inmiddels is een sterke groep burgerschap bij de Universiteit van Amsterdam met veel empirisch onderzoek. Koonsdam Instituut doet daar ook aan mee. En uit de verschillende onderzoeken die we gedaan hebben de afgelopen jaren weten we dat burgerschapscompetenties namelijk niet gelijk verdeeld zijn over jongeren. Om te beginnen zijn er verschillen tussen, ik heb het hier op een rij voor u gezet, tussen landen. In 2009 heeft Nederland deelgenomen aan de International Civic and Citizenship Education Study. We hebben ook nu deelgenomen, 2016, we coördineren dat vanuit de UvA. Die resultaten komen helaas pas in het najaar. Dus daar kan ik u nu nog niet mee verblijden. Maar wat de studie uit 2009 liet zien, is dat als je een vergelijking maakt tussen jongeren in Nederland en daarbuiten, is dat Nederlandse jongeren, dat was een vergelijking met 38 landen, dat Nederlandse jongeren eigenlijk gewoon laag scoren als het gaat om burgerschapskennis. En niet alleen in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten, maar we zitten ver onder het internationaal gemiddelde. We bungelen eigenlijk zo'n beetje onderaan. Ook als het gaat om de bereidheid voor toekomstige politieke participatie, de bereidheid om actief te worden in een partij, te gaan stemmen, scoren Nederlandse jongeren laag. Lager dan heel veel andere landen. En hetzelfde geldt voor hun houding ten opzichte van minderheden. Nou, nogmaals, we krijgen in het najaar de nieuwe meting en we zijn heel erg benieuwd hoe het er dan uitziet. Nou, minstens zo belangrijk natuurlijk als verschillen tussen landen zijn verschillen binnen Nederland. Verschillen tussen groepen zijn eigenlijk in het algemeen onwenselijk, omdat ze een indicatie kunnen zijn voor sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. En ze kunnen ook leiden tot erosie van democratische waarden. En dat kan ik u makkelijk illustreren als je denkt aan het verschil tussen jongeren in, nou, wat ik net zei, neiging om politiek te participeren, om te gaan stemmen. Dat zijn grote verschillen tussen verschillende groepen jongeren. Kansarme jongeren, om het voor nu maar even zo aan te duiden, met lage sociaal-economische achtergrond, laag opgeleide ouders, zijn daar minder toe geneigd. Dat betekent, zou kunnen betekenen, dat politici ook minder zich rekenschap geven van hun wensen en verlangens en wat op zijn beurt weer kan leiden tot verdere politieke vervreemding. Dus er zet zich dan, en dat is misschien een mooi punt om straks nog even met elkaar over te hebben, een negatieve spiraal in. Empirisch onderzoek, zowel internationaal als ook in Nederland, laat verder zien dat er duidelijk verschillen zijn tussen jongeren. Als je kijkt naar verschillende aspecten van burgerschap, dan scoren meisjes in alle landen echt stevast hoger op wat je de sociale aspecten van burgerschap zou kunnen noemen. Communicatieve vaardigheden, rekening houden met elkaar, je inleven in behoeften van anderen, weet je, dat soort type zaken. Terwijl jongeren gemiddeld, want het gaat om gemiddelde jongens, hoger scoren als het gaat om de intentie om politiek actief te worden, meer opkomen, zichtbaar opkomen voor de eigen mening enzovoort. Er zijn ook verschillen als je kijkt naar etnische achtergrond. Jongeren uit etnische minderheden zijn gemiddeld toleranter ten aanzien van verschillen tussen mensen en zijn sociaal ook meer geëngageerd.
maar ze hebben minder burgerschapskennis en zijn ook minder kritisch als het gaat over minder kritisch dan andere jongeren als het gaat over aspecten van burgerschap. En jongeren uit hogere sociaal-economische milieus, en dat zien we eigenlijk in bijna alle landen, beschikken over meer burgerschapskennis, vaardigheden dan jongeren uit lagere sociaal-economische milieus. Wat je ook kan zien, want dan zijn er veel data beschikbaar aan zo'n groot internationaal onderzoek als die International Civic and Citizenship Education Study, is dat ook opleiding, dus de opleiding van mensen zelf, niet de opleiding van hun ouders, maar opleiding van mensen zelf, samenhangt met burgerschap. Hoger opgeleid, meer burgerschap, lager opgeleid, lager. Zie je ook terug dan in hun kinderen. Dus kinderen van lager opgeleide ouders scoren lager op kennis, lagere burgerschapsvaardigheden, uiteraard op de dimensies zoals gemeten, dan jongeren van hoog opgeleide ouders. Als je kijkt in Nederland, en dat was in 2009, nou we hebben straks over een paar weken de verkiezingen weer voor de deur, dan zie je dat met name in Nederland, heel bijzonder, daar zijn de verschillen tussen jongeren vrij groot. Want we zagen in 2009 dat pak een beetje 58% van de jongeren met laag opgeleide ouders zegt waarschijnlijk of beslist te gaan stemmen bij de verkiezingen. En dat percentage ligt bij jongeren van hoogopgeleide ouders echt vele malen hoger, namelijk rondom de 80%. Dus je ziet hoe groot die verschillen zijn als je één aspect van burgerschap eruit pakt. Nou, als je dan constateert dat burgerschap, burgerschapscompetenties samenhangen met opleiding, dan betekent dat dus dat scholen en leraren er rekening mee moeten houden. Ze doen er goed aan om het stagnerende burgerschapsonderwijs, wat de inspectie al 10 jaar constateert, een stimulans te geven. Dat begint met nadenken, want ik zei het u al, de wet geeft daar eigenlijk heel weinig handvatten voor. Dat betekent met nadenken wat nou eigenlijk als school je visie op burgerschap, op burgerschapsonderwijs is. Hoe je dat concreet in je school voor jouw leerlingen vorm wil geven. En ook wat voor type resultaten je dan bij leerlingen wil zien. En goed doordacht burgerschapsonderwijs, en dat weten we, kan heel erg het verschil voor leerlingen maken. En wat vooral een belangrijk onderzoeksgegeven is, dat in scholen, internationaal, maar ook in Nederland, die veel werk maken van burgerschap, de verschillen tussen jongeren kleiner worden, sociale verschillen. Anders geformuleerd, dat betekent dus dat de school een compenserend effect kan hebben voor jongeren die van huis uit minder meekrijgen dan anderen. En als je dan kijkt naar hoeveel verschil de school eigenlijk kan maken, dan weten we uit dat internationale onderzoek dat pak een beetje 20% van de verschillen die je ziet tussen jongeren in burgerschap te maken hebben met de school waarop ze zitten. Nou, dat kan variëren van het type leerlingen wat op die school zit, tot de manier waarop ze burgerschapsonderwijs hebben ingevoerd of vormgeven. Dat is ongeveer die 20% gelijk zoals we dat ook voor taal- en rekenvaardigheden zien. Dus de school kan wel degelijk, doet ertoe, kan het verschil maken. En, maar dat zie je eigenlijk meestal, 80% van de andere verschillen hebben dan vooral te maken met individuele achtergrondkenmerken van jongeren. U zegt het seksen, hun etnische achtergrond, het sociaal-economisch milieu waarvan ze komen enzovoort. Wat natuurlijk niet verrassend is, want zo gaat het meestal, is dat de school vooral invloed heeft op de kennis van jongeren, de burgerschapskennis. De school heeft empirisch veel minder invloed op de attitude, de houdingen van jongeren. Dat kan met twee dingen te maken hebben, en eigenlijk weten we dat niet zo goed. Dat kan te maken hebben met dat de school sowieso minder invloed heeft op houdingen van jongeren, omdat daar mogelijk buitenschoolse zaken ook misschien wel belangrijker in zijn.
Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat scholen daar heel weinig systematisch aandacht aan besteden. Terwijl ze dat aan kennis, dat weten we, veel meer doen dan aan attitude. Nou, ik ben zelf heel erg benieuwd wat die internationale nieuwe studie, de 2016-meting, laat zien op dit punt. Of toch al die jaren dat, nou, dat burgerschap wel tot de wettelijke taak van onze scholen is gaan behoren. Of dat wat uitmaakt. Hoe beïnvloeden scholen nou eigenlijk de burgerschapscompetenties van hun leerlingen? Een paar jaar geleden heeft de promovendus LNG-Boers bij de UvA alle onderzoek op dit terrein samengevat, de meta-analyse uitgevoerd, zoals dat dan in onderzoekstermen heet. En die heeft alle effecten die ze gevonden heeft eigenlijk in drie hopen geclusterd. Eén daarvan is: wat werkt? Is het aanbieden van relevante leersituaties? Het andere is een open school en democratische schoolcultuur en invulling van het curriculum. Aandacht voor basiswaarden, zeg ik direct wat over. Nou, ik loop ze even heel kort met u door. Als het gaat om het aanbieden van relevante leersituaties, ja, dat is eigenlijk een hele oude bekende in onderwijsonderzoek. Op het moment dat je voor jongeren de verbinding kan maken met de buitenwereld en wat voor hen betekenisvol is, dan leren ze makkelijker, ze zijn gemotiveerder en het leren beklijft ook beter. Dat geldt ook voor burgerschap. Relevante leersituaties liggen eigenlijk voor het oprapen, zeker in de grote stad. Je hoeft er bij wijze van spreken het klaslokaal geen eens voor uit. Maar zoals dat mooie onderzoek van Kleiwicht ook aangaf, dat betekent dat er mooie voorbeelden van diversiteit, maar ook spanningen in de klas zitten. En dat maakt het voor docenten soms ook heel ingewikkeld om zowel respect, iets als respect voor basiswaarden, voor democratie over te brengen, en tegelijkertijd ook jongeren niet van je te vervreemden. Dus kijken hoe je daarin moet schipperen. Die tweede factor, open en de democratische schoolcultuur, is eigenlijk in binnen- en buitenland het vaakst onderzocht. En stevast zijn daar de effecten ook het grootst gebleken. Een schoolcultuur die open is, waar ruimte is voor dialoog, waarin leerlingen respectvol met elkaar, docenten met leerlingen omgaan, waar ze controversiële onderwerpen in kunnen brengen, waar je gewoon ook van mening kan verschillen, heeft, zo blijkt, steeds weer een relatief groot effect op de burgerschapskennis, vaardigheden en houdingen van jongeren. En dan is eigenlijk de school een soort oefenplaats, een soort democratie in het klein, waarin leerlingen kunnen oefenen en dus ook vaardigheden als burger kunnen leren, opdoen en dat steeds beter kunnen doen. Heel belangrijke factor. Invulling van het curriculum, het leerplan, de lessen, ja, helpt ook. We weten dat, ik ga het eerst anders zeggen, u moet dan denken aan wat is bijvoorbeeld het effect van lessenseries over verkiezingen bij geschiedenis of leren debatteren als onderdeel bij maatschappijleer of zelfs een apart vak burgerschap wat sommige scholen hebben in het buitenland meer dan in het Nederland. Nou, in het algemeen kan je zeggen, mits het uiteraard goed wordt uitgevoerd, dat expliciet doelgericht aandacht besteden aan de inhoud van burgerschap, dat dat helpt. Er is een heel mooi Engelse onderzoek wat maar liefst 18.000 jongeren longitudinaal gevolgd heeft op 700 scholen tussen 11 en 23 jaar. En dat laat zien die scholen waar het burgerschap in het leerplan zit, waar aandacht besteed wordt aan burgerschap en ook waar de resultaten gemonitord worden, waar een aantal vaardigheden ook op welke manier dan ook getoetst worden, dat scholen zijn die betere resultaten hebben dan anderen. Nou, in Nederland kennen we, als het gaat om burgerschap, een aantal jaren verplichte maatschappelijke stage. Ook daarvan laat zien dat dat werkt, dat dat helpt, dat het de attitude van leerlingen helpt, mits, want er zit een hele dikke mits aan, scholen die maatschappelijke stage integreren in hun onderwijs. En nog eens op terugkomen, bruggetjes maken. Dus niet als een los ding wat leerlingen buiten de school doen en wat verder niks meer aan de orde komt.
Er is van het Koonsdam Instituut onlangs een rapport verschenen over, samen met de Hogeschool van Amsterdam. Het Koonsdam Instituut is gelieerd aan de UvA. En die voegt aan die drie effectieve factoren nog eens expliciet aandacht voor basiswaarden, non-discriminatie, respect toe, tolerantie als een belangrijke bevorderende factor voor burgerschap. En verder zijn er twee dingen nog die eigenlijk voor alles gelden, ongeacht het onderwerp. Namelijk, heb een samenhangende aanpak binnen school. Dus een visie, uitwerking, concrete leerdoelen enzovoort. En ondersteuning van de schoolleiding en uiteraard draagvlak en kennis, professionaliteit bij leraren. Maar dat geldt voor rekenen en taal eigenlijk op dezelfde manier als burgerschap. Is daar niet specifiek voor. Nou, ik heb kort aangegeven waarom het belangrijk is, wat burgerschap inhoudt, wat we weten over de burgerschapscompetenties van jongeren. En wat ik tot slot met u zou willen doen, is kort ingaan op hoe kan je nou binnen het onderwijs, burgerschapsonderwijs, een boost geven, om het zomaar even te noemen. Hoe kan je nou in die typisch Nederlandse vrijheid van onderwijs die we hebben, burgerschapsonderwijs stimuleren? Burgerschap is natuurlijk typisch een onderwerp wat heel erg verbonden is met identiteit en waarde. Dus in die zin schuurt het in zekere zin met de vrijheid van onderwijs. Of in ieder geval is het belangrijk dat scholen dat heel dicht tegen hun eigen profiel, denominatie, onderwijsvisie neer kunnen zetten. Maar je hebt wel iets als een gemeenschappelijke kern. Zo hebben we in 2012 bij de Onderwijsraad onder de titel hoe verder met burgerschapsonderwijs gezet. Je hebt toch één kern die eigenlijk alle scholen met elkaar zouden moeten delen. Namelijk democratie en democratisch handelen. Want van welke tak van sport of gezind je ook bent, dat is iets wat we al onze jongeren zouden moeten meegeven. Nou, hoe kan je dat doen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om op dit punt de kennisketen te versterken. En met de kennisketen bedoel ik contact uitwisselen van kennis en ervaringen tussen leraren, maar ook met onderzoekers, ook met onderwijsontwikkelaars. En kijken of we niet een stevigere kenniscyclus met elkaar kunnen organiseren. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar dat is natuurlijk een schrale troost. Dat doen we eigenlijk niet goed. De samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk wordt steeds beter, maar heeft toch hele lange tijd te wensen overgelaten. Verschillende doelen, onderzoekersstok soms wordt gelukkig ook binnen de UvA minder erg gericht op onderzoek doen, kennis, publiceren. Weinig dicht tegen schoolvragen aan. Scholen op hun beurt die toch steeds hun eigen dingen doen, weinig gericht op kennis delen, ook weinig gericht om effectief gebruik te maken van resultaten van onderwijsonderzoek en soms ook een te kleine schaal om dingen eens uit te proberen en de effecten daarvan ook systematisch te volgen. Nou, daarvoor moet je samenwerken en er is soms toch ook nog wel veel concurrentie tussen scholen. Dus die gebrekkige samenwerking tussen onderwijs en onderwijsonderzoek heeft aan alle kanten met verschillende dingen te maken. Maar we zijn gelukkig wel voorbij de tijd om te kissenbissen aan wiens kant van de boot het lek zit. Dus wat je ziet is dat er toch steeds meer samenwerkingsverbanden in Nederland komen. En wat we sinds 2 jaar in Amsterdam hebben opgezet samen met de hogeschool, met vooral ook de inspectie van het onderwijs, de SLO, Stichting Leerplanontwikkeling is daar nauw bij betrokken, is wat we in navolging van de gezondheidszorg hebben genoemd de academische werkplaats sociale kwaliteit. En dat is een koepel, een paraplu of noem het hoe je wil, waarin een heel aantal scholen met elkaar samenwerken. Groepen scholen uit het basisonderwijs, uit het voortgezet onderwijs, uit het middelbaar beroepsonderwijs. En die werken daarin samen met onderzoekers van de hogeschool, van de universiteit. De Universiteit Groningen is er ook nog eens een tijdje bij betrokken geweest. En met onderwijsinspecteurs. Oeps.
En om u drie voorbeelden te geven van wat er nou gebeurd is in academische werkplaatsen, is bijvoorbeeld dat een groep van bijna 60 scholen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met behulp van een meetinstrument burgerschap, wat we een paar jaar geleden bij de UvA hebben ontwikkeld, dat meetinstrument gebruiken om 4 jaar lang de burgerschapscompetenties van hun leerlingen systematisch te volgen. Nou, dan komt de kennis terug. Maar wat zo mooi is, ze hebben natuurlijk de instrumenten met onderzoekers om dat te doen, is dat scholen die kennis ook gebruiken om met elkaar door te spreken. Hé, waarom is het bij jullie zo? Heeft dat met je onderwijs te maken? Heeft het misschien met je leerlingenpopulatie te maken? Heeft het met de visie van school te maken? Dus ze spiegelen zich aan elkaar. En ze kunnen zichzelf ook in de tijd spiegelen. Dus als je op een gegeven moment meer aandacht aan kennis of ik weet niet wat besteedt, dan zou je uiteindelijk dat ook terug moeten zien bij leerlingen. Dat is een van de projecten die loopt. Een ander project is een mbo-groep. Die is bezig met een portfolio-instrument. Remmer Daas zit ergens in de zaal. Die is daar de betrokken onderzoeker. En wat die mbo-scholen met vooral Remmer aan kop doet, is een portfolio-instrument ontwikkelen waarmee leerlingen zelf aan kunnen geven wat is burgerschap voor mij, wat vind ik belangrijke aspecten van burgerschap en hoe kan ik laten zien hoe ik daarmee bezig ben en hoe dat zich toont. Dus niet een gestandardiseerd meetinstrument waarvoor gekauwd is, om het maar even zo uit te drukken, wat burgerschap is, maar waarin leerlingen daar zelf evidentie voor aan kunnen geven. Voor docenten is dat natuurlijk heel belangrijk, want dat is kennis waar zij in hun lessen weer mee door kunnen. En een allerlaatste voorbeeld, er is ook een groep scholen die zegt, wij willen eigenlijk gewoon een zelfevaluatie-instrument hebben. Wij willen aan de hand van de doelen die wij zelf nastreven, willen wij een instrument ontwikkelen om dat te kunnen volgen. Dus ook vanuit eigen visie ingegeven. Wat hebben we nou geleerd van 3 jaar werken in zo'n samenwerksverband? Zijn eigenlijk 3 dingen. 1 is, en het lijkt vanzelfsprekend en toch laat de praktijk elke keer zien dat het het niet is. 1 daarvan is dat je gezamenlijke doelen moet hebben. Weet je, je moet met de scholen, leraren, schoolleiders, onderzoekers moeten gezamenlijk doel hebben waaraan je werkt. En in de praktijk blijkt toch heel vaak als docenten en leraren met onderzoekers samenwerken, dat leraren soms veel meer gericht zijn op de dag van morgen. Docenten of onderzoekers vaak veel eerder geneigd zijn meerjarig leerlingen te willen volgen. De ervaring bij scholen ook is dat onderzoekers alleen je school binnenkomen om data te halen waarmee ze vervolgens publiceren en dan zie je ze niet meer terug. Dus dat zijn echt bewegingen die we met elkaar moeten maken om er ook een gezamenlijk project van te maken. En daar kan je niet sloppy in wezen. Dat vergt continu onderhoud en zorgen dat je dat goed ankert. Een ander punt is gedeeld eigenaarschap. Kijk, zo'n academische werkplaats, die is van alle deelnemers. Dat wil zeggen dat leraren, schoolleiders, onderzoekers ook gezamenlijk de projecten bepalen waaraan gewerkt wordt. En dat die niet van bovenaf worden geadresseerd. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar wat we zien, ook in het land, is dat dit soort samenwerkingsverbanden heel vaak op het niveau van bestuurders worden afgesloten. Nou, het kan soms handig zijn dat bestuurders ondersteunen. En soms zijn ze ook wel nuttig om handtekeningen te zetten. Maar zo'n samenwerkingsverband is natuurlijk niet van de bestuurder. Die is van degene die daarmee werken. Ook dat is iets wat echt continu aandacht behoeft. En een laatste ding is ervoor zorgen dat zo'n werkplaats ook met de participanten niet stolt in de tijd. Als de vragen, de kwesties, de thema's door alle participanten worden aangedragen, dan zijn dat vragen die op een gegeven moment aandacht behoeven. Maar gelukkig ontwikkelen dingen zich en vragen van vandaag of gisteren zijn niet meer die van morgen. En sommige vraagstukken worden ook opgelost, gelukkig maar, en dan dingen zich nieuwe aan. Maar dat betekent ook dat de scholen kunnen wisselen.
Sommige scholen haken aan, andere gaan weer weg. Dus het is een levend samenwerkingsverband. En ik denk dat het heel goed is om ook te zorgen dat er ruimte is voor nieuwe aansluitingen enzovoort. Ik ga afsluiten. Ik heb u kort aangegeven belang burgerschap in de stad, vooral voor de stad. Ik heb u aangegeven hoe het zit met burgerschapsonderwijs, wat we weten van de effectiviteit. Ik heb u ook geprobeerd aan te geven, een schets althans te geven, van wat we weten in Nederland, maar ook internationaal, van de burgerschapscompetenties van jongeren. En ik heb u aangegeven hoe belangrijk het is als je het wil stimuleren, om te zorgen dat we een goed stromende kenniscyclus met elkaar hebben. Dus en scholen, en universiteit, en hogescholen. En dat gezamenlijk op te pakken. Ik denk zelf heel erg, en dat dan tot slot, dat het heel erg belangrijk is om bij veel thema's, maar zeker bij dit, echt optimaal gebruik te maken van zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis, beide tot hun recht te laten komen. En dat juist vanuit die verschillende invalshoeken, wat je zou kunnen noemen, dan pak ik het begin van mijn lezing terug, zo'n roltrapfunctie van de stad voor opwaartse sociale mobiliteit kunnen versterken. En dat het dan belangrijk is dat je in zo'n samenwerkingsverband zowel plek hebt voor stevig empirisch onderzoek, als ook voor het stellen van wat je zou kunnen normatieve vragen. Omdat ik denk dat onderwijs niet alleen is, het gaat bij onderwijs niet alleen om wat is en kan, maar het gaat vooral ook heel erg over wat wenselijk is en wat we vanuit de samenleving de moeite waard vinden om met ons onderwijs na te streven. En ik denk dan dat het heel goed is om dan ook gezamenlijk zo invulling aan Amsterdammerschap, aan burgerschap te geven. En het lijkt me heel mooi om daar met u direct nog verder over door te praten. Dank. Ja, precies. Ik wil je net ik ga doen. Ik ga doen, Zef. Ja. Ja. Duidelijk verhaal, lijkt mij. Maar wat een zorgelijke ondertoon zit er in het verhaal. Want ik ben eigenlijk helemaal geen zorgelijk mens. Maar het is het wel een beetje. Wat je over niet. Het ICCS, over het grote onderzoek vertelde, ook al is dat al wat ouder, maar dat wij daar onderaan willen, dat is onder meer zorgelijk. Maar ook dat rapport van Kleinwicht, wat ik wel graag zou willen lezen, dus als je erover vertelde. Ja, maar dat is mooi. Ook buiten, het is een heel mooi rapport. Ook buiten gewoon zorgelijk, toch? Ja. En je spreekt ons heel indringend toe. Dus maak jij je zorgen? Ja, maak je je zorgen? Nee, ik geloof ook eigenlijk helemaal niet. Nee, over sommige dingen in de stad, over sociale spanningen. Ja. En met name over afhaken van groepen jongeren en vervreemding. Ja, daar maak ik me heel erg zorgen over. Ik denk wel dat het heel erg op het netvlies inmiddels van mensen staat. En ik heb wel heel veel vertrouwen in de kracht en de aandacht van scholen en leraren. Maar ik vind ook dat de overheid het op het punt van burgerschap heel erg heeft laten afweten. Ja, dat vind ik echt. Ja. Want je zegt er is een wet, 10 jaar geleden. Ja, die zegt je moet aandacht besteden aan burgerschap. Ja. Ja, maar je zegt zonder invulling aan te geven, zonder ondersteuning. Nee, er is geen enkele ondersteuning voor scholen geweest. Maar waarom is dat? Ik begin met vragen stellen, maar als jullie zelf weer vragen willen stellen. Ja, ik denk, kijk Nederland op goede grond hoor. En ik vind de autonomie van scholen, we doen het in Nederland heel erg goed met onderwijs. En dat heeft voor een groot deel ook te maken met de autonomie van onze scholen. Dat kan je zien als je scholen in landen vergelijkt. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook heel erg angstvallig bewaken we de vrijheid van onderwijs.
is ook een groot goed. Maar de vrijheid van onderwijs wil niet zeggen dat je niet zou kunnen aangeven of zou moeten aangeven wat ons bindt met elkaar. En dat heeft de overheid in de wet sociale actief burgerschap en sociale integratie gewoon niet aangedurfd. Precies. Dus de vrijheid van de scholen is eigenlijk te groot in Nederland. Nee, ik probeer iets anders te zeggen. Ik probeer te zeggen dat ik vind dat de overheid duidelijker aan kan geven wat de bandbreedte op dit punt is, waarbinnen je eigen, vanuit een eigen identiteit, een gestalte zou kunnen en moeten geven aan burgerschap. Maar de overheid heeft ook geen bandbreedte aangegeven. Ze hebben alleen gezegd, je mag de rechtsstraat niet ondermijnen. Nou, dat lijkt me... Ja, dat is, lijkt dat is me fair ding. Ja, precies, dat is wel minimaal. Mag ik zeggen? Jazeker. Dag, mijn naam is Sis Apeldoorn. Allereerst hartelijk dank voor uw lezing. Het leverde mij wat nieuwe gezichtspunten op omtrent dit onderwerp. Dus het heeft mij verbreed, dank. Om hier even over door te gaan, misschien heeft het ook wel iets te maken met cultuur. Wij vinden het denk ik heel erg lastig om het te hebben over normen en waarden. Hè? Dus wat zijn de mores binnen Nederland en wat is onze eigen identiteit? En dat is natuurlijk ook wel een zeer actueel onderwerp. Dus als je het hebt over burgerschap, wat is dat dan precies? En dat je als overheid daar bijna niet aan durft te komen op een of andere manier. Misschien is dat ook wel een van de redenen geweest waarom de overheid dat een beetje heeft laten liggen. Ja, maar dat kwadrateert zich als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Want het is heel lang überhaupt een taboe geweest dat onderwijsscholen niet gericht mochten zijn op de attitude van leerlingen. Want dat was iets voor thuis. Het zit ook zo in de botten van ons systeem. Mag ik nog twee informatieve vragen nu stellen? De eerste is, u heeft het steeds over scholen. Bedoelt u dan de openbare middelbare scholen of is dat breder? Nee, ik heb het als het gaat om, gaat het vooral met basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En als het gaat om het middelbaar beroepsonderwijs weten we eigenlijk veel minder. Die grote metingen gaan ook steeds over leerlingen 14, 15 jaar, de internationale metingen. En we hebben in Nederland het COOL-cohort, een leerling volgen waar het burgerschap meetinstrument onderdeel van uitmaakt. En dan gaat het van groep 8 tot en met de derde klas. Okay. Het meetinstrument is voor 11 tot 14, 15, 16 jaar. Dus vrij jong inderdaad. Ja. Ja. De tweede vraag die ik als ik mag zeggen, nee. Dan geef ik het weer terug. Het gaat over... je hoort de laatste tijd dat er ontzettend veel op onderwijs en op scholen en op leraren worden uitgestort. Dus hoe zou je dit in de praktijk kunnen brengen zonder dat het extra is, maar meer geïntegreerd wordt in de wijze waarop je lesgeeft? Nou, ik denk dat het bordje van scholen ook wel wat minder vol mag. Alles wat natuurlijk een issue is, leggen we bij scholen neer. Van verkeersles tot zwemles, tot verplichte antipestprogramma's, tot obesitas enzovoort. Dat vind ik niet verstandig. Ik denk dat het heel goed om weer eens met een frisse blik naar het onderwijs te kijken. Wat moet je nou alle leerlingen meegeven? En wat kan je facultatief naar scholen doen, al naar gelang je leerlingpopulatie? Want dan zijn de behoeften van leerlingen soms ook gewoon anders. Maar ik vind nou typisch burgerschap, of ik vind burgerschap nou typisch iets waarvan je in ieder geval een vaste kern je alle leerlingen mee zou moeten geven. Maar als het alsmaar stapelt, ik heb zelf in de commissie het platform Onderwijs 2032 gezeten en we hebben daar wel schrappen tegen elkaar gezegd, als je alles zou aan scholen zou moeten laten doen wat wij aan suggesties gekregen hebben, zagen ouders hun kinderen nooit meer. Echt 24 uur vol. Dat is niet goed, dat is ook niet nodig. Ik zag u meeknikken en u wilde een vraag stellen. Mijn naam is Wil Willems. Ja, wat ik me afvraag is, hoe goed zijn de leerkrachten van basisscholen, voortgezet onderwijs, et cetera, geëquipeerd om burgerschapsonderwijs te geven? Want ik vraag me af, wordt dat wel voldoende meegegeven in de opleidingen? Want
als je er zelf niet zo goed in staat, hoe kun je dat dan doen? En er waren onlangs ook allerlei waarnemingen dat leerkrachten bepaalde onderwerpen niet durfden aan te gaan, hè, et cetera, et cetera. Dus dat is voor mij wel een zorg. Ja, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ik denk dat de variëteit tussen leraren heel groot is. Wat ik in al die jaren in het land gezien heb, is dat sommige leraren dat echt heel, heel goed doen. En anderen denken, nou weet je, daar kan ik helemaal niks mee. Ja, maar daarom is juist ondersteuning, denk ik, zo ontzettend belangrijk. Want als je dan op geen enkele manier situaties creëert waarin er sprake kan zijn van professionalisering en dan niet een cursus, maar met elkaar al lerend, al werkend, al uitproberen, dingen opbouwen, dan gaat het dat dus niet worden. En die ondersteuning vind ik echt dat de overheid heeft nagelaten. En dat is echt iets anders dan top-down zeggen wat scholen moeten doen. Mijn naam is Marcia Cohen. Dankjewel voor deze lezing. Ik heb even een opmerking naar aanleiding van de rol van de overheid en de rol die verwacht wordt van scholen. En een vraag die telkens bij mij blijft hangen is, de zorg herken ik, maar is die nieuw? Hoe lang mensen uit een mindere sociaal-economische groep, mensen die lager opgeleid zijn, sinds wanneer zijn die heel democratisch betrokken? Ik vraag me ook af hoe maakbaar de samenleving daarin is. En ik vind absoluut vanuit het onderwijs het heel belangrijk. Ik doe op dit moment een project vanuit de overheid in een achterstandsbuurt, waarbij het gaat om een integrale aanpak. Hoe kan je de buurt liften? Waarbij je te maken hebt met achterstandsgezinnen die beslist niet bezig zijn met burgerschap, omdat ze bezig zijn met overleven. En hoeveel mag je vragen van deze mensen? Hoeveel mag je vragen van de buurtschool die met zoveel andere problematiek Zeker. Te maken heeft? En hoeveel hulp kan je halen uit alle buurtorganisaties die daar actief zijn? Hoe kan je het samen doen? Ik vind niet dat het alleen bij school moet liggen. Er is daar nu een project en dat is pedagogische infrastructuur. Het lijkt ook een beetje, want daarom zeg ik, van, nou, ik geloof niet dat de scholen of de overheid er nooit iets mee gedaan hebben. Je hebt vreedzame wijk, vreedzame school. Er zijn tig projecten overheen gegaan. Die gaan over burgerschapsvorming, over normen en waarden vanuit een school in een wijk. Alleen zijn die niet allemaal even goed geslaagd. En de vraag is, waarom slaagt dat niet? Is de school wel de eerste die daarin actief moet zijn? Kunnen ze dit wel? Want de schooldirecteur van die school zegt, hoe kan ik nou verantwoordelijk zijn voor de kinderen buiten het schoolplein na 3:00 middags? Weet je, op school kan ik ze wel het een en ander bijbrengen, maar hoe doe ik dat? Nou, dan heb je de wijk, dus ik denk dat je het samen moet doen. Er zijn een hele hoop vragen. Ja. En dat samen doen ben ik echt heel graag met u eens. Dat is heel goed. Ik denk dat de samenleving maar tot op zekere hoogte maakbaar is. Ik vind ook absoluut niet dat het iets is wat per definitie de school zou moeten doen. Maar ik vind dat de school er wel een opdracht voor heeft. En zonder dat de school het op zou moeten lossen. En als je dan toch, en dan pak ik nog even een stukje terug, als je dan toch ziet dat resultaat is zo'n raar woord als het om burgerschap gaat. Maar nou ja, even voor nu, hè? U begrijpt wat ik bedoel. Als je dan toch ziet dat dat verschilt tussen scholen, dat de variëteit tussen scholen groot is, dat die niet alleen te maken hebben met het soort leerlingen wat je binnenkrijgt, hè? Die individuele eigenschappen van leerlingen, hun achtergrond, maar dat die toch ook wel echt te maken hebben met de school zelf. En dat de scholen die er visiegericht op een goede manier aandacht aan besteden, dat je ook ziet dat sociale verschillen daar kleiner worden op dit aspect, dan denk ik, ja, iedereen moet op de plek waar je zit het beste doen wat je kan. En daarmee heb ik dus eigenlijk niet gezegd dat de school dat bij uitstek het beste zou kunnen, maar ik vind het wel een opdracht voor scholen. Nou, en daar valt nog wel een wereld te winnen. Ja, maar dat heb je laten zien, hè? Dat ja. Het heel effectief kan zijn, die school. Maar is het nou, het is wat u zegt, van alle tijden. Is het nieuw? Wordt het slechter? Moeten we? Hè?
Of het slechter wordt, durf ik niet te zeggen. We gaan in het najaar die nieuwe metingen zien en dan krijgen we een relatief oordeel. Wat verwacht je zelf van die meting? Ik ben daar niet heel gerust op als de inspectie alsmaar constateert dat het eigenlijk nauwelijks verbetering in de aanbodkant zit. Dus dan moeten we het gaan zien. Ik vind wel dat het beroep wat op burgerschapsvaardigheden en kennis vandaag de dag gedaan wordt op jongeren, wil je in deze samenleving door kunnen, groter is dan 20, 30 jaar geleden. Dus ik vind wel de urgentie groter geworden. Nou zou het zomaar kunnen zijn van alle tijden is, maar je komt er nu niet meer mee weg. Ja, want ik denk, moet je dan het beestje niet gewoon bij de naam noemen? Gaat het dan over burgerschapsvorming of gaat het over grotere verschillen, polarisatie in de samenleving? En heb je het dan over de allochtone mensen nee. die niet meedoen? Nee hoor, nee. Het kan zo voelen, maar dan zeg ik heel graag dat in ieder geval niet is hoe ik het zie. Want ik gaf net in Vogelvlucht een aantal verschillen tussen groepen jongeren. En dan is burgerschap echt niet alleen het probleem van leerlingen met een allochtone achtergrond, tweede, derde generatie leerling. Is absoluut niet waar. En ik wil u eigenlijk nog wel één ander ding, want dat vind ik voor onderwijs wel belangrijk. We hebben in een ander project van Bram Eithof bij de UvA, de relatie tussen taal en burgerschap op de basisscholen onderzocht. Hoe verhouden taalvaardigheden, taalkennis, Nederlandse talen, zich nou tot burgerschapsvaardigheden? En er blijkt daar een hele sterke correlatie tussen te zijn, een verband tussen te zitten. En dat betekent eigenlijk ook dat taal helpt bij burgerschap en dat burgerschap ook helpt bij je betrokken voelen bij de samenleving, bij je eigenaar voelen van dingen die er gebeuren. Je leren weren tegen dat dingen je niet allemaal overkomen. En dat helpt op zijn beurt ook de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Dus in die zin vind ik het niet simpel een uitruil van we hebben maar beperkte tijd, doe je dit of doe je dat. Want er zijn juist groepen, achterstandsscholen, die om die reden heel expliciet dit bij de kop pakken. Omdat ze zeggen, het loont zich in identiteitsontwikkeling, in zelfbewustheid van leerlingen, in het gevoel dat je dat dingetje, ja, wat ik net zei, je niet overkomen, maar dat je het in de greep hebt. En dat vind ik, dat vind ik ook wel heel hoopvol. Maar nog even het punt wat je daarnet aanstipte in deze achterstandswijken, dat er mensen met heel iets anders bezig zijn. Dus die zijn bezig, je zei met overleven. Vind je dan ook niet dat je... Ja, maar dan herhaal ik... Ja, okay. Weet je, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Dat is één. Maar ik herhaal dan juist ook dat we met docenten en schoolleiders van scholen in dat soort wijken praten. En die zeggen, juist voor onze leerlingen is dat zo ontzettend belangrijk. Ja, goed. En dat maakt het niet makkelijker, nee. Maar goed. Hallo, ik zou graag een vraag stellen, een beetje een ander onderwerp. Mijn naam is Anouk van Dijk, ik doe promotieonderzoek in Utrecht, bij de afdeling kinderpsychologie. Toevalligwijs bij de afdeling die heel veel antipestonderzoek doet. Ja. En ik herken heel erg wat u zegt, dat het bordje van scholen zo vol ligt. En dat er heel veel partijen zijn die er allemaal dingen op willen leggen, waarvan de overheid de een is en wij zelf de ander. En ik vraag me al heel lang af hoe je nou een goede afweging maakt wat goed is om op dat bordje te leggen. Want u zei net zelf van het zou eigenlijk goed zijn om uit te zoomen en na te denken van wat hoort er nou eigenlijk echt thuis. En ik vroeg me af, wat zijn dan criteria om te bepalen wat leg je daar neer? Dus bijvoorbeeld in het antipestonderzoek zijn ze heel erg bezig met de effectiviteit. Verbetert het inderdaad de sociale veiligheid van kinderen? En daarbij zien we dat er best goede ondersteuning is voor een aantal programma's dat die effectief zijn. Beetje flauw, maar die zijn voor de vreedzame school, staat toch in een lager niveau. Dus ik vroeg me af, moeten we dat meewegen, de effectiviteit van programma's? Of moeten we een inhoudelijke afweging maken op wat we denken dat het meest belangrijk is voor de toekomst van die kinderen? Ik
Ja, moeilijke vraag. Ik weet zelf al heel lang het antwoord niet. Ik ben benieuwd naar uw gedachten. Oh ja. Kijk, ik vind, om met het laatste te beginnen, ik vind je effectiviteit altijd moet meewegen. Door de inspanningen die je doet, moeten zich lonen. Dat lijkt me eigenlijk klip en klaar. De vraag is of het voor jouw leerlingen werkt. Daar zie je dan gelijk al vaak de verschillen opduiken. Wat voor de ene leerlingengroep goed werkt, in combinatie met de docent, kan soms voor andere leerlingengroepen niet werken. Dus daar zit onder een soort algemene effectiviteitsmaat zit vaak heel veel verschil. Dat vind ik een belangrijk ding om in het oog te houden. Als het om pesten gaat, weet je, ik denk dat er weinig mensen zullen zijn, ofwel helemaal niet, die niet vinden hoe ontzettend belangrijk het is dat leerlingen in een veilig en sociaal klimaat opgroeien op school. En dat de school er ook actief aandacht voor moet hebben. Wat de overheid natuurlijk gedaan heeft 2 jaar geleden, is gezegd dat moet in de vorm van programma's. Terwijl er, zo weten we toch ook, wel veel verschillende manieren zijn waarop scholen werken aan een veilig klimaat. Dat hoeft niet per se een pestleerlijn, een antipestleerlijn te zijn. Dus wat de overheid daar verrassendewijs gedaan heeft, is gelijk opgelegd tot in de wet aan toe op welke manier het moet gebeuren. Daar wel. En op je eerste vraag, want ik pel hem even terug, waarin je aangeeft van, ja, hoe bepaal je nou wat voor alle leerlingen en wat facultatief, hè, wat de school zelf zou moeten kunnen bepalen. Dat is lastig. Ik denk dat het heel belangrijk is om van buiten naar binnen te denken. Hoe ziet de samenleving eruit? Wat hebben leerlingen daarin nodig? En wat betekent dat dan voor de verschillende leerlijnen in het onderwijs? Kijk, iets als digitale vaardigheid. Ik kan mij bijna geen beroep meer bedenken waarin het op een gewoon de digitale technologie, maar ook op een verantwoordelijke manier omgaan met informatietechnologie, is echt iets waarvan ik denk dat hoort tot de bagage van burger. Nou, dat is als je van buiten naar binnen kijkt. En op die manier kom je tot contouren van een curriculum. Maar niet vanuit al het moois wat er aan vakken is, want dan is het overvol. Ja. Mijn naam is Ton van Tuberg en ik ben benieuwd in het kader van die brede analyse over die verschillende landen. Zou je kunnen zeggen dat is een soort benchmark. En als je ergens niet goed in bent, dan kijk je in de benchmark naar degenen die wel goed zijn in die benchmark. Dan vraag je af, lijk ik daarop? En kan ik daar wat van leren? Ja. En hoe doen anderen het? En doen misschien slimmer en effectiever dan wij zelf? Of zijn wij zo uitzonderlijk dat we niets van anderen kunnen leren op dat gebied? Dat denken we soms wel eens. Dus heeft iemand gekeken naar die benchmark, gekeken waarom andere landen dat beter doen? Nou ja, want ik stipte net een paar aspecten aan. Expliciet aandacht ervoor, het een plek geven in het onderwijs. Resultaten bij leerlingen ook volgen, dat helpt. Een samenhangende aanpak helpt. Een visie op burgerschap helpt ook. Maar tegelijkertijd, hoe moet je dat zeggen? Zo'n mooie uitdrukking. In het Engels, je zegt, even good policies travel badly. Want dingen vallen bij ons in een configuratie van de vrijheid van onderwijs, van een grote autonomie van scholen. Dus wat als een apart vak burgerschap in Engeland kon werken, weet je, dat valt hier dood. Dus je moet ook denken wat past bij docenten, bij onze scholen. Enzovoort. Maar dan kan je wel heel veel van anderen leren. Welk land staat bovenaan, of stond bovenaan? Boeg. Guuske? Guuske zit in de zaal. Guuske weet het. Nee? Guuske weet het ook niet. God. Oh, dat is wel grappig. Ja. Ik weet het niet. Nee. Rembert, weet jij het? Ja, ik weet dat Zweden bij top 5 staat. Het is Zweden. Ja. Oké. Oké. Weer die Scandinavische landen. Ja, zeker.
Ja, dank u wel voor het interessante verhaal. Het klinkt inderdaad heel zorgelijk. En ik vroeg me af, is er nou in Amsterdam of misschien in Nederland nergens een voorbeeld te vinden van school, van een school die wel... Ja, zijn prachtige voorbeelden. Oh ja, absoluut. Dat lijkt me zo interessant, om concrete voorbeelden van wat doen er die scholen dan? Er zijn hele mooie voorbeelden van scholen die dat op een prachtige manier doen. In dat laatste rapport van het Koonstam Instituut hebben jullie toch ook een aantal praktijkvoorbeelden op een rij gezet? Nou. Kun je eentje noemen? Zit die wellicht in de zaal? Ja, hier. Ik ben Judith Gerritsen, ik ben van het Eiburg College in Amsterdam. Oké. En ik heb heel veel hele interessante dingen gehoord vanavond. Ik denk... Doen jullie aan burgerschap? Ja, wij hebben een apart vak. Maar we doen ook dat op heel veel verschillende manieren. Het zit, nou ja, net als niet pesten. Dat is niet alleen maar dat uurtje dat je dat programma draait. Maar dat is ook het schoolplein. Dat is, nou ja, dat is... Wij noemen onze school een leergemeenschap. Dus de hele omgeving is een plek om te leren. Ik zat me af te vragen of als je nou zoveel scholen hebt die het helemaal niet aanbieden als vak. En daar ook geen, ik zit hier toevallig, niet helemaal toevallig. Tussen twee docenten bij ons op school die het vak geven. Als je nou geen mensen hebt die je daarvoor hebt opgeleid of die daarvoor opgeleid zijn. En je maakt er ook, je hebt het ook niet als onderdeel van een visie. Wat ik in heel veel scholen in Amsterdam ook zie. Het is dan ook geen vak. Het is ook niet geïntegreerd in andere vakken. Dan is het toch heel logisch dat dat niks oplevert. Maar levert het niks op? Ja, kan u moeilijk tegenspreken. Ja, nee toch? Nee, klopt. Nee, maar het lijkt me zo bijzonder om iets te onderzoeken wat je helemaal niet hebt uitgevoerd. En dan, ja, en dan te zeggen, nee, het werkt niet. Ja. Ben ik, denk ik, misschien iets te plat. Nou, dit is een geweldige samenvatting van... ja, sorry. Maar ik denk dat het bij ons werkt, alleen wij bestaan 10 jaar. Ja. Wij, zo lang als deze. Ja, en we hebben het nooit niet gedaan. Dus dan weet je dat niet. Wat ik wel merk, wij zijn een hele diverse school. Een hele gemixte groep. Echt een Amsterdamse afspiegeling van de Amsterdamse stad, volgens mij. Qua niveaus en qua achtergronden. Wij vinden onze leerlingen over het algemeen een hele veilige, fijne school. Maar dat zit hem in zoveel verschillende dingen. Ook in het gebouw. Staat er iemand bij de deur als je binnenkomt? Waar kom je dan vervolgens binnen? Ook een democratische cultuur waar je het over had. Dat soort dingen bedoel je. Ja. Ja, en dat je met elkaar voorleeft wat je ook wil zien. Daar hebben wij het ook heel vaak over met elkaar. Wat willen wij van de kinderen zien en wat laten wij dan zelf zien? Dus dat zit in zoveel dingen. Dat is niet dat uurtje in de week, heb ik burgerschap. Nee. Zie jij het als vak? Nee. Nee, het kan ook een vak zijn. Maar als je het isoleert in een uur per week... Nou ja, weet je, dan kan je het resultaat uittellen, bij wijze van spreken... Nee, het is niet alleen een vak. Het is wel belangrijk dat een aantal dingen ook expliciet aandacht krijgen als inhoud. Nou, dat kan een apart vak zijn. Weet je, het hangt soms ook gewoon af naar wat de expertise van docenten is en hoe je het... Ja, dat is echt een ding. Maar mag ik nog... Wat vind je? De expertise van docenten? Ja. Want kan iedereen... Wie moet dit gaan aanbieden? Bij welke vakken moet welk onderwerp liggen? Wat moet er precies aangeboden worden? Tuurlijk is er een hoop vrijheid en dat is heel fijn. En wij zijn wel tot iets gekomen, wat volgens mij wel werkt. Maar... Nou, wat we naast die internationale studie in Nederland nu doen, is een groot aantal scholen, zowel de leerkrachten als de schoolleiding, als de leerlingen bevraagd en daarheen gegaan, waarin we...
aan proberen de vinger... Nee, laat ik het goed uitleggen. Waar we proberen de vinger erop te leggen van wat zijn nou het soort factoren... We hebben daar een soort model voor gemaakt van tevoren. Wat zijn het soort factoren die ertoe kunnen doen? Want wat we nu weten is eigenlijk maar heel weinig. En dat komt omdat we ons moeten beroepen op van die grootschalige dataverzamelingen... waar juist de dingen die jullie noemen... die ertoe kunnen doen, iemand bij de deur. Over welke vakken is het verspreid? Visie van de school. Dat zijn in onderzoekstermen variabelen die in die grote databestanden helemaal niet zitten. Terwijl wij juist de behoefte hadden om veel fijnmaziger aan te kunnen geven. Wat zijn er allemaal factoren op school- en klasniveau die je kan relateren aan de burgerschapscompetenties van leerlingen? Maar dit is wel... En dan kan de manier waarop je leerlingen groepeert... Dus ook een rol spelen. Dus het zijn heel veel verschillende aspecten, ja. Maar ben je nu niet heel erg de onderzoeker die eerst alles wil weten voordat die uitspraken kan dat doen? Dat klinkt als iets heel negatiefs. En dat bedoel je vast niet, Sef. Nee, maar we worstelen hier wel een beetje van wat is het nou? Nou ja, daarom vind ik zo'n academisch... Jij als onderzoeker, ja, maar we moeten eerst alle nee, data en alle maar daarom vind ik zo'n academische werkplaats zo ontzettend belangrijk. Maar kun je daar nog wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen koppelen. Bestaat die al? Zitten jullie in een academische werkplaats? Nee, jullie nou, haak aan. Want die bestaat... Ja, die bestaat in Amsterdam nu 2,5 jaar. Ja. En daar gaf ik net een aantal voorbeelden van. Ja. En er zijn grote groepen, ook buiten Amsterdam... die samen met onderzoekers de verschillende kennisbronnen bij elkaar brengen. Maar waarin we ook gezamenlijk zoeken, wat doet er nou toe? Leerlingenpopulatie, gemengd, niet gemengd, is dat nou een factor, te ja of te nee? Of is het alleen een factor op een school die ook een visio-burgerschap heeft? Nou, dat soort dingen moet je toch met elkaar proberen wat meer grip op te krijgen. Ik begreep dat hier. Een vraag. En dan Sandra Niemeijer van het Cartesisch Lyceum. En ik wil graag even reageren op twee punten. Naar aanleiding van wat de collega's voor van het Uitwerk College zeiden. Wij hebben geen vak burgerschap, omdat ik daar niet in geloofde. Ik wilde dat heel graag impliciet in alle vakken als doorlopende leerlijn door die hele school heen zien. En we hebben daar ook een visie voor op papier gezet. Vorig jaar hebben we een nulmeting gedaan met het Erasmus Instituut, een onderzoek gedaan... En daaruit bleek dat onze we scoorden gemiddeld, terwijl wij het idee hadden dat we er heel veel aan deden. En wat bleek toen we dat gingen analyseren, doordat we geen vak hebben, burgerschap, hebben we onze leerlingen geen taal gegeven. Dus ze herkennen helemaal niet wat we allemaal doen. Ze herkennen niet, oh, hoort dat ook bij burgerschap? Oh, hebben ze het dan daarover? Dan kun je denken, nou ja, dan is het dus geen probleem. Ik denk dat het wel een probleem is, want je moet kinderen inderdaad een taal geven om te benoemen wat ze weten en wat ze kunnen toepassen. En dan tweede waar ik op wil reageren is... Wat bedoel je precies met taal? Taal is het herkennen van wat is dan mijn functie in die samenleving? Wat kan ik betekenen? Ja, het benoemen wat houdt burgerschap in? En burgerschap is natuurlijk een ongelooflijk brede term... En voor kinderen is dat al heel erg abstract. Ja, en je hebt het ook heel breed gemaakt. Maar wat het meest hielp in al die jaren dat we met de scholen werken... is dat het in eerste instantie er ook gaat om met docenten zelf te benoemen waar het over gaat... En we hebben dat uiteindelijk gedaan en zo hebben we ook dat jaar geleden dat meetinstrument burgerschap opgebouwd door het te koppelen aan wat zijn nou het soort sociale taken die je als jongere, als burger in de samenleving moet kunnen vervullen. Je moet democratisch kunnen handelen, je moet maatschappelijk verantwoord kunnen handelen, jezelf en anderen niet schaden. Je moet kunnen omgaan met conflicten en je moet kunnen omgaan met diversiteit. Dus we hebben gedacht, we pakken hem eens vast... Op die vier sociale taken. En dat heeft dan iets met kennis te maken, iets met vaardigheden, met de attitude. En dat hielp zo ontzettend, omdat je daarmee ook docenten een taal gaf
En ze vervolgens ook wel weer dingen eraan toe konden voegen, want het hoeft natuurlijk nooit gestold te zijn. Maar dat betekent dat je concreet benoemt waar wil je dan met leerlingen aan werken. Dus dat geldt voor docenten ook. Ja, dat is echt heel mooi dat u dat zegt. En dat haakt ook een beetje aan wat nog een paar mensen al eerder hebben gezegd. Je kunt een heel mooi plan maken, maar op het moment dat er een aanslag in Parijs is en je staat de volgende dag tegenover zo'n klas, ja, dan komt er iets extra's. Noem het een stukje moreel leiderschap, ja, wat geen enkele docent in zijn opleiding gehad heeft. Wat echt mist. En ik ben heel blij om te horen dat u zegt van, wij moeten daar echt, dat is echt een groot probleem, daar moeten we echt iets aan doen. Daar zijn netwerken voor, daar heeft de overheid een rol in. Maar docenten zijn niet toegerust voor de problemen waar ze soms mee te maken krijgen. Dat doen ze naar eer en geweten en sommigen doen dat onvoorstelbaar goed. Maar na die aanslag in Parijs, toen ik alle docenten gevraagd heb om dat gesprek te voeren, stonden daar ook collega's, die zijn 24 en die zijn net van de opleiding af. En die staan voor 32 leerlingen van met een grote diversiteit. Nou, ik heb mijn petje daarvoor afgenomen dat ze dat gedaan hebben, dat ze gedurfd hebben. Het is wel een mooi voorbeeld. Ja, het is een heel mooi voorbeeld. Ja. 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 Maar u zei, wij deden er niks aan, of wij geloofden er niet in burgerschapsvorming. Niet in een apart vak. Maar u gaf ook aan dat u er misschien nu anders over dacht. Of dat jullie er anders over zijn gaan denken. We hebben gezegd, we moeten dus veel meer benoemen wat het is. Ook naar leerlingen toe. Dus je moet telkens zeggen. Want dan maak je het herkenbaar. Ja, je moet het heel herkenbaar maken. Je moet zeggen, dit is een stukje voor het burgerschap. Maar dat geldt voor docenten dus ook. Ja. Ja. Maar dat betekent, je moet er een echt vak van maken. Niet, is dat het? Nee, dat hoeft niet per se. Ja, dat denk soms, ik nog steeds niet. Maar. Het kan een apart vak zijn, maar het hangt soms ook gewoon af welke docenten heb je in je school en wie heeft daar de affiniteit mee, kan het beste. En in sommige scholen landt het als een apart vak, in andere landt het bij aardrijkskunde of bij geschiedenis en bij andere landt het bij maatschappij. Is dat erg? Ik weet het niet, ik denk het eigenlijk niet. Maar op het moment dat je onderwijs veel over de vakken heen met school een samenhangende aanpak, is het veel minder belangrijk of die ene docent het doet, als het maar gebeurt. Ja, ik kom natuurlijk nog uit de wereld dat we inderdaad net maatschappijleer hadden op school. Wat ik inderdaad een ongelooflijk saai vak vond. Weet je wat leerlingen het allersaaiste vak vinden? Met stip en ster? Toch niet aardrijkskunde. Nederlands. Dat is heel erg. Want dat is een vak waar je, nou weet je, daar kan je echt de mooiste dingen mee doen. En dat vinden leerlingen met stip en ster het saaiste vak. Dat is heel erg. Vind ik heel erg. Ik denk, moet er toch echt iets gebeuren in hoe dat vak gestalte krijgt. Maar goed. Ja, bedankt voor de lezing. Ik ben Emiel Spek, ik ben aardrijkskundige uit Amsterdam. Ik had een vraag over in het bijzonder de grote stad. Ik volg ZEF heel goed en dan heb ik geleerd hoe groter de stad, hoe kansrijker de ontwikkeling. De uitspraken die hier zijn geweest over de grote stad, die zaten altijd een beetje aan de negatieve kant. Maakt het eigenlijk allemaal een beetje moeilijker. De niet functionerende roltrap. En we zaten twee voorbeelden van een school, twee hele goede scholen in Amsterdam, Cartesius en Eiburg. College, en ik denk als die in Meppel hadden gestaan, dan hadden ze precies hetzelfde verhaal gehouden. Dus maakt het iets uit? Is de grote stad, geeft het een kans of bemoeilijkt het misschien? Ik denk allebei. Het geeft kansen. Omdat diversiteit ook een bron van kracht is. Dus het geeft echt kansen. Dat zie je ook in scholen. En dat kan het soms ook verdomd lastig maken. Ja, ik ben bang dat het echt allebei is. Ja. Ik wou toch even, ik ben natuurlijk ook voorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, puur vanuit studentenperspectief,
Zouden we op de Universiteit van Amsterdam misschien niet ook wat meer aan burgerschap moeten doen? En dan niet het onderzoek, maar met al onze studenten samen. Ik zat ook een beetje met dat voorbeeld van een open, democratische gemeenschap in mijn hoofd. En die herken je niet, Alex? Ja, ik denk het antwoord ja, maar dat is anders dan in het funderend onderwijs. Ik was toevallig gisteren bij het Amsterdam University College op kennismakingsbezoek. En daar hebben ze community service, wat maatschappelijke stage in het VO is, zal ik maar zeggen. En daar hadden ze zo'n ontzettend mooi project voor vluchtelingenstudenten met 150, 30 studenten van het AUC, die ze Nederlands, Engels leerden. En op hun beurt, ze noemden ze gaststudenten, want dat vonden ze beter als vluchtelingen, ook de kans gaven dat die weer dingen naar hen kwamen brengen. Dat is een mooi aspect waarvan ik denk, god, het zou toch wel heel erg mooi zijn als we dat breder in de bachelor hebben. Dus ik heb hen met name ook uitgenodigd om de lijntjes naar de faculteiten te trekken. Maar wat je in het voortgezet onderwijs ook ziet, wat echt een aspect van burgerschap ook is. Weet je, kritisch nadenken, dingen als feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden. Dingen kunnen onderbouwen, je eigen opvatting kunnen proberen te vertellen. Maar ook luisteren naar die van anderen. Dat zijn natuurlijk dingen die je, mag ik toch hopen, in het universitair onderwijs echt heel erg zit. Nou, diversiteit is bij de UvA ook een issue. Dat moet beter. Dat moet beter in de samenstelling van de docententeams, onderzoekers. Het moet ook beter met dat de universiteit toegankelijk moet zijn voor heel veel verschillende groepen Nederlanders. En niet alleen voor witte, hoogopgeleide enzovoort. Nou, daar hebben wij nog wel een opgave. Dus ik ben zelf heel blij dat we dat in ieder geval adresseren op het moment binnen de UvA. Maar een apart vakburgerschap, weet je, dat past niet voor mijn gevoel. Maar hoe je verantwoordelijk met je eigen vakinhoud leert omgaan, vind ik echt een ding van burgerschap. Ethiek bij bedrijfseconomie, om maar eens een dwarsstraat te noemen. We hebben de ellende van banken jaren gezien. Nou, je ziet wel dat ook steeds meer in het curriculum komt. Vind ik ook echt burgerschap. Want burgerschap is niet alleen democratie, is ook gewoon je als verantwoordelijke burger en verantwoordelijke werknemer willen en kunnen gedragen. Dus ik hoop heel erg dat er aandacht voor is en zo niet, laat het me weten. Ja, ik had een vraag in het verlengde van mijn buurman. He, dat ging over verantwoordelijkheid of weerbaarheid of een bijdrage aan de grootstedelijke samenleving. He, als je het hebt over burgerschapsvorming. Nu had u het in uw verhaal over het versterken van de keten. En dat was heel erg een rijtje in de onderwijswereld zelf. Onderzoekers, onderwijskundigen, docenten. Okay. U had het ook over ramen en deuren open, van buiten naar binnen. Ja. Dus mijn vraag is, hoe haal je nou die Amsterdamse kennis, of de kennis over de grote stad waarin wij leven, hoe verbind je die nou aan deze opdracht? Ja. Want dat kwam ik eigenlijk niet tegen in het verhaal. Dat zit ook niet in de academische werkplaatsen. Volgens mij zou dat een heel waardevolle toevoeging zijn. Dus die neem ik heel graag mee. Ja. Heb je ook een idee hoe je dat zou kunnen doen? Nou ja, ik ben geïnteresseerd in wat u vertelde in de relatie tussen wetenschap en praktijk. Ik zit toevallig in de praktijk van de gemeente Amsterdam. Wij zijn weer geïnteresseerd in de relatie met de wetenschap. En de vraag is natuurlijk, hoe vind je elkaar dan op een goede manier? Ja. Dus dat was de achtergrond. Ja, en je vindt elkaar is heel erg mijn ervaring van al die jaren in onderwijs werken. Je vindt elkaar alleen maar duurzaam als je een gemeenschappelijke doelen en motieven hebt. Weet je, je moet aan dezelfde dingen willen werken, want anders blijft het sjorren aan een dood paard. Dus dat is heel erg belangrijk. En uitbreiden met culturele instellingen, met sport enzovoort, zo versta ik je tenminste. Dat is wel goed om over na te denken. Maar of we dat niet ook zouden kunnen zouden doen. Zouden we nu weer die academische gemeenschap sinds 2,5 jaar hebben, zouden we die verder kunnen uitbouwen? Ja. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja, over nadenken. Heel goed, dankjewel. Ja, dank u wel. Ik ben Jouke Huizer. Ik heb een vraag in het verlengde van mijn buurvrouw. Zonder u op uw andere verantwoordelijkheid als college van bestuurvoorzitter aan te spreken. Maar in een van uw slides liet u zien dat
20% van de verschillen van de varianten verklaard kon worden door zeg maar 4 van die effectieve maatregelen te nemen van burgerschap. Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, sorry. Van de verschillen tussen jongeren in burgerschapscompetenties heeft 20% met school te maken, maar dat kan ook iets zijn als de leerlingenpopulatie. Okay, dus en als het gaat om effectief werk aan burgerschap, heb ik er 3 geclusterd. Oké, dus dat werkelijke percentage zou wel eens wat lager kunnen liggen als je echt zeg maar naar... Als je alleen kijkt naar wat in onderzoekstermen de verklaarde variantie is van het pedagogisch klimaat, kom je niet op 20%. Nee, oké. Nee. Dan is mijn vraag misschien minder. Nee, ik dacht dan valt er echt een wereld te winnen met zeg maar zo'n open en democratische cultuur ook buiten de scholen. En, ik geloof zeg maar, dat hij iets op 7% zat, Pim. En dan zou ik echt de getallen even op moeten zoeken. Nou, dat is al best wel handig. Maar door de bank genomen, kennis kunnen scholen het meeste aan doen dan vaardigheden, dan attitude. In ieder geval zoals je het nu in de data terugziet. En geldt dat zeg maar op... scholen, is dat effect daar groter dan bijvoorbeeld als je naar universiteiten of organisaties daarna waar mensen werken? Dat weet ik niet. Ik durf niks over universiteiten te zeggen, want daar heb ik eigenlijk helemaal geen gegevens over. We weten dit over het funderend onderwijs, primair onderwijs, de laatste klasse, groep 7, 8. En het voortgezet onderwijs, dus tot pak en beet het vierde leerjaar. Dank u wel. Ik heb heel erg geleerd om met onderzoek nooit uitspraken te doen over iets wat je... Hogescholen, universiteiten zijn burgerschapscompetenties bij mijn weten, Guuske, nooit onderzocht. Nee, ik ken ze internationaal eigenlijk ook niet. Daar zou ik eens een keer goed naar moeten kijken. Niet specifiek universiteiten. Jongvolwassenen zijn wel onderzocht. Ja, goed. Bieden we, om in de termen van de minister te spreken, voldoende tegenwicht nu? Als we, hè, want als reactie op het rapport van mevrouw Kleiwicht zei minister Bussemaker, wij moeten meer tegenwicht gaan bieden. Doen we dat nu? Ik denk dat er nog wel een tandje bij kan, als je het in algemene zin bekijkt. Maar ik denk dat er scholen zijn die dat heel goed doen. Maar de variëteit tussen scholen is zo groot, de verschillen. En ik vind dit toch typisch iets wat je alle leerlingen mee zou kunnen moeten geven. Maar is dit een appel aan de scholen of is dit een appel aan de overheid om nu na 10 jaar veel meer kracht bij te zetten? Ik denk dat de overheid er zonder dat je top-down dingen oplegt echt wel een aantal dingen mee kan doen. En daarmee scholen ook meer hulp biedt om het uit te bouwen. En ik denk dat het ook heel goed is, en dat is iets wat de overheid echt kan stimuleren, is dat je ook gewoon netwerken van scholen financiert, waarin dingen uitgewisseld worden. Ja. Want scholen doen dat eigenlijk allemaal in hun vrije tijd. En zou de minister dit moeten doen, of zouden we dat in de stad ook kunnen doen? Zou de wethouder. Ja, dat kan natuurlijk ook de wethouder, Simone Kukenheim. Weet je, die doet ook een heel aantal dingen met lerarenbeurzen, met netwerken van scholen. Weet je, het is nooit of, het is eigenlijk bijna altijd en. Dus iedereen op de plek waar je zit, moet je kijken wat je kan betekenen. Ja. En de stad zeker ook. Ja. Dit was een mooi slot, wat je eigenlijk zei. Ja, dat was een prachtig slot. Dank je wel. Graag gedaan. Goed. En nogmaals een heel helder verhaal. Mooi. Ja. Dank je wel. En volgende week hebben wij hier weer... hebben we daar een slide? Yes. Kars Hommes. Hij gaat volgende week spreken over die speculatieve zeepbellen. Die bellen die geblazen worden in de economie. En die hij in zijn laboratorium hier op de UvA nabootst. Hoe werkt dat nou? Hoe ontstaan nou die hypes in de economie? En dat de dingen overkoken. Alweer een mooi onderwerp. Dank je wel, Geert, nogmaals. Mooi. En u bedankt. APPLAUS